Of het nu regent, sneeuwt of gewoon lekker weer is. Sinds het begin van de coronacrisis wandelt Natasja iedere woensdag een rondje door Nijmegen-Oost. Samen met iedereen die daar ook zin in heeft. Het is geen wandelgroep. Het is buurtwandelen. Iedereen die wil, sluit aan. Ik ben begonnen met dit initiatief net voor coronatijd. En ik had het gezien bij een huisarts die wandelde met zijn patiënten. En toen dacht ik, oh, gewoon wandelen door de buurt, dat kan ik ook. En dat, zo ben ik begonnen. Door oproepjes op sociale media te plaatsen en posters in winkels op te hangen, hoopt Natasja dat er iedere week meer mensen meelopen. Het zijn allemaal verschillende mensen uit de buurt. Hoi Piet. En ook mensen van verder af. Ik heb zelfs iemand die uit Uden komt en die af en toe meewandelt, want die vindt het zo leuk. We gaan weer verder. Bedankt. Oké. Lopen jullie mee? Mensen kunnen gewoon zelf kiezen of ze alleen lopen, of ze met z'n tweeën lopen, of ze met wie ze willen praten, of ze willen praten. We wandelen iedere week een andere route. Maar wel natuurlijk wel dat we weer binnen 3 kwartier terug zijn. En als het nou bijvoorbeeld keihard regent? Gaat het gewoon door. Iedereen die daar zin in heeft, mag meewandelen. Elke woensdag om 11 uur wordt er verzameld bij de grote witte villa aan de Postweg. Aanmelden hoeft niet.